Hoe is Mensen voor jou begonnen? Ja, nou, dat is half maart begonnen. Dat is nog pas eigenlijk. Ja, dus heel april. Het is eigenlijk 2 jaar geleden begonnen. Toen had ik het gehoord dat het te koop stond. En ik heb toen gezegd, als het weer te koop komt, kun je me altijd bellen. Want dat was? Dat heeft die makelaar gedaan. Ja. En van het ene kwam het ander. Is dat altijd een wens geweest? Om zoiets als de Oude Smis open te houden? Ja, zeker. Het is een hele leuke zaak. Het heeft heel echt karakter. Het is ook een mooie zaak. Ja, dus als de muren konden praten, dan kwamen er heel veel verhalen naar boven. Ja. Want er komen nog steeds heel veel mensen binnen uit het verleden die hier heel veel tijd hebben versleten van de bar. Luisteren naar de jazz en de gezelligheid van Jo Linzen. En dat wil ik er een beetje in houden. Ja. Alleen dan wat meer op eten gericht dan café zijn. En is in de tussentijd ook de mentaliteit veel veranderd? Je hebt natuurlijk een klein onderscheid in oude en nieuwe horeca. De oude horeca, mocht je roken, waren de richtlijnen allemaal niet zo heel erg streng. Tegenwoordig mag dat allemaal niet meer. En als ik hier kom eten bij de Oude Smessen, wat voor gerechten kan ik dan verwachten? Nou, ik haal bijna alles uit de buurt. Groenten van Zuidbos, hier net op Noordgouwen. Vlees van de vleesboerderij Boot. Brood komt hier uit Bruinissen, van de Speldbakker. Dat gaat gewoon goed. Het zijn allemaal Zeeuwse producten eigenlijk. Ja, het komt allemaal uit de buurt. Dat heeft 2 voordelen. Ik kan als er iets op is of als iets tekort is, kan ik altijd een beroep doen. Zonder dat ik een bedrijf uit Vlissingen of Middelburg of Goes moet laten komen. Want daar zitten natuurlijk bijna alle groothandels voor de horeca. En je krijgt een beetje binding met je omgeving. Ja, want de gerechten worden ook op een speciale manier bereid, heb ik vernomen. Het oude Smitse vuur is 5 jaar geleden omgebouwd tot grill. Dus alle hoofdproducten van een gerecht worden op het Smitse vuur bereid op eikenhout. Die gerechten uit de buurt komen, kunnen we daar misschien even gaan kijken? Ja, dat is geen probleem. Ja? Zullen we even gaan? Zullen we eerst de wijn even drinken? Dat we even nog gezellig genieten van het goede weer. Dus wijn van de Wijnhoeve, hier een klein stukje verder. Ook in de buurt. Misschien kunnen we daar als eerst even langs gaan. Oh, dat is goed. Ja? Ga ik hem eerst even proeven, gaan we er zo even langs. Daar zijn we dan. Zuidbos. Zuidbos. De groenteleverancier. De groenteleverancier. Biologisch. Dus ja. Ik denk dat we het beste even naar achter kunnen lopen, naar het veld. Ja. Kijken we daar even. En dan kijken we even in de kas of alles groeit en bloeit. Nou, echt verse producten. Echt verse producten. Heel fijn. We gaan even kijken. Nou, daar zijn we. Daar zijn we, bij de sla. Sla, andijvie, Lolo Rosso, gewone sla. Het heeft nog wel tijd nodig voordat het echt mooie kroppen zijn. Ja. Het is natuurlijk wat koud geweest in het voorjaar, dus dan lopen we wat achter. Ja, want elk gerecht krijgt ook zijn eigen sla? Of wat is het verschil tussen alle soorten? Nou ja, ik gebruik meestal een mix van verschillende slasoorten. Dit is echt biologisch, dus er zit geen bestrijdingsmiddel op. De grond is ook echt biologisch. Er zit geen extra mest in en dat soort dingen. Nee, dus. Het is echt verse sla. Ja, verse sla, zonder toevoeging. Juist, zoals het hoort eigenlijk, hè? Zoals het hoort, ja. Dan hebben we nu de groente gezien. Ja, dat was de groenteboer. Maar je had het ook nog over wijn, dat haalde je ook uit de buurt, toch? Ja, dat klopt. Dat is een klein stukje verder, dat is in het Rijsvang. Dan kunnen we wel even naartoe als je wil. Even gaan kijken? Ja. Ga je even achterop? Ik ga hem bij je achterop. Dan gaan we samen weg. Zo, de kleine sparren, de Wijnhoeve. De Wijnhoeve. Waar we de wijn vandaan halen. Waar we de witte wijn. Die wijn die ik daarnet... Die je net op het terras gedronken hebt, die komt hier vandaan. Die komt hier vandaan. Ja. Oh, leuk. Wil ik wel even kijken. Ik wil eerst even naar de wijnstokken lopen, waar het allemaal begint. Waar het allemaal begint. Ja. Ja, hier zijn we.
Dit is het begin van de wijn. Elke wijn zijn eigen druif. Iedere wijn zijn eigen druif. 6 verschillende wijnen, 4 verschillende druivensoorten. Ook verdeeld over 10 hectare. Zo, dat is een flinke oppervlakte ook. Dat is een flinke oppervlakte. Ja. Ja. Want je zou denken dat wijn voornamelijk uit Frankrijk komt. Ja, maar... nou, daar is ligt de basis voor alle wijnen natuurlijk. Ja. In principe. Ja. De eigenaar hier van de hoeve die heeft zijn opleiding en zijn kennis meer opgedaan in Luxemburg. Omdat het voornamelijk witte wijnen zijn. Voornamelijk witte wijnen. Kunnen we die ook proeven? Ja, dat kan we zeker doen. Ach, lekker. Even dankjewel voor de rondleiding. We hebben veel gezien. Ja. En dat komt dus allemaal naar de Oude Smidse. Dit komt allemaal naar de Oude Smidse. Ja, goed. Je kunt het alleen maar samen doen. Je moet het met goede leveranciers doen. Dat Als je goede producten hebt, heb je er zelf niet zoveel werk meer aan. Ja, absoluut. En je zat er pas van maart in, hè? Vanaf maart, ja. Ja. Hoe zie je de toekomst voor je? Zolang ik goede producten bij elkaar blijf halen, gaat het alleen maar beter worden. Ja, moet met deze producten zeker wel lukken. Brutus Zeelanden. We gaan erop proosten. Proost. Dankjewel.